Een van die hormonen is groeihormoon. Dus wanneer je koolhydraten eet, dan zou dat inderdaad in theorie groeihormoon kunnen remmen. Waar het van afhangt is hoeveel koolhydraten je eet en hoeveel en hoe vroeg voordat je gaat slapen je het eet. Wat een feit is, is als je gaat koolhydraten eet en je gaat direct daarna slapen, dat is niet slim. Maar als je het 's avonds eet en je gaat pas een paar uur later slapen, dat valt mee en dan hoef je er niet zoveel zorgen over te maken. Is een harde trainingsprikkel waar je een week spierpijn van hebt om beter te groeien in massa, in plaats van een trainingsprikkel waarbij je dezelfde training uitvoert, maar een aantal trainingen zeer beperkt, waardoor je hersteltijd 2 à 3 dagen is, waardoor ik ook frequenter ga trainen. Dus wat is het beste idee? Kan je het beste super intensief gaan trainen? Als je gaat trainen, als je wilt afvallen of spiermassa wilt opbouwen, wat je ook wilt bereiken. Kan je het beste super intensief trainen, helemaal kapot gaan en vervolgens een paar dagen rust nemen? Of zou je beter de training op lagere intensiteit doen en vervolgens dat een aantal keren per week doen? Nou, wat ik je kan vertellen is waar je lichaam op reageert, is je lichaam reageert op het feit dat jij je lichaam iets vertelt, dat wat moet veranderen. Je lichaam reageert op het feit dat je zegt van hey Jesse, je moet hier sterker worden. Of hey Jesse, je moet hier een betere conditie krijgen. Of hey Jesse, je moet hier gaan afvallen, om het zo maar te zeggen. Afvallen is een gevolg van de training. Maar dat houdt het enigszins overzichtelijk. En je lichaam reageert op hoe sterk je dat impuls geeft. Als je stelt dat je een impuls geeft van 60%, dan ga je ook maar 60% vooruitgang boeken. Als je een goede vooruitgang wilt boeken, in wat voor doel dan ook, in wat voor progressie je ook wilt maken, dan moet je je lichaam vertellen dat je die progressie wilt boeken. En dat doe je door een goede intensiteit training te doen. Door een training te doen waarin je kapot bent, waarin je geen boe of bam meer kunt zeggen, waarop je niet meer kunt, echt geen zin meer hebt om überhaupt ook maar aan training te denken. En dan heb je een goede training gedaan. En vervolgens kan je dan het beste een paar dagen lange rust nemen voordat je weer gaat trainen. Maar als je gaat trainen, doe altijd een goede trainingsprikkel. Doe altijd een goede sterke training. Dat is ideaal. Ga niet halve trainingen doen, zodat je vaker kunt trainen. Die halve trainingen, die hebben geen nut, want ze vertellen je lichaam niks. Je zult er geen vooruitgang van boeken. En als je wel vaker wilt trainen, dan moet je je training opsplitsen. Dus dan doe je de ene dag doe je alleen maar oefeningen voor je benen. En dan train je je benen super intensief, zodat je de volgende dag echt moeite hebt om op je benen te staan. Of moeite hebt met traplopen. En de volgende dag doe je allemaal oefeningen voor je bovenlichaam. Push-ups en buikspieroefeningen en rugoefeningen, schouderoefeningen. Doe je allerlei oefeningen voor je bovenlichaam. En zo kan je toch iedere keer super intensief trainen, iedere keer resultaten boeken. Dus ik zou je aanraden om altijd hoge intensiteit trainingen te doen. Dus een goede trainingsprikkel geven. En daarna rust nemen totdat die spiergroepen die je hebt getraind weer volledig hersteld zijn. Esther, jij vraagt: hoi Jesse, ik wil graag de kettlebell kopen voor de buikspieroefeningen. Maar waar koop ik deze en hoe zwaar mag het zijn? Esther, een kettlebell kan je kopen op www.kettlebelldvd.nl. En er staat ook wel een link op mijn weblog. En als je start met trainen, dan raad ik je aan om te beginnen met de 8 kilo kettlebell. De 8 kilo kettlebell zullen eigenlijk alle vrouwen die starten met kettlebell training zeker resultaten van krijgen. Daar zul je zeker lichaamsvet mee gaan verbranden, je conditie verbeteren, je spieren sterker en strakker maken. Dus start zeker met een 8 kilo kettlebell. Je kan altijd nog zwaarder gaan trainen. Van die 8 kilo zul je zeker resultaten krijgen. Hugo, jij vraagt, je hebt enigszins overgewicht en je vraagt, wat kan ik doen aan mijn houding? Ik heb overgewicht, ik heb een slechtere houding gekregen. Wat kan je daaraan doen? Nou, wanneer je je houding wilt verbeteren, zijn er 2 dingen die je moet gaan doen. Dus je zult moeten gaan trainen en je zult die houding moeten gaan aannemen. Je moet je voorstellen dat een houding altijd is ontstaan doordat je die houding consequent hebt aangenomen. Doordat je consequent over een langere periode van tijd iets doet, krijg je die houding of krijg je dat resultaat. Doordat je consequent over langere perioden van tijd te veel eet, word je dikker. Doordat je consequent over langere perioden van tijd goede oefeningen doet, trainingen doet en je voeding verbetert, zul je het lichaam krijgen wat je wilt. Doordat je
consequent over langere periode een goede houding aanneemt, zal je lichaam conditioneren, zullen je hersenen denken, ah, dit is mijn nieuwe houding, dit is wat nieuw voor me is, dit is wat blijkbaar voor mij is, en je lichaam zal vervolgens van die houding een automatisme maken. Dus wat belangrijk is als je een slechte houding is, is de eerste stap, is dat je consequent je schouderbladen naar elkaar toe gaat trekken. Veel mensen kunnen zo lopen. Wat belangrijk is dat je dagelijks je schouderbladen naar elkaar toe trekt, zodat je rechtop zit en rechtop loopt, dus met je schouderbladen naar elkaar toe. En in het begin zal dit vermoeiend zijn. En in het begin zul je het gevoel hebben van wow, dit kost echt moeite. Maar trek voor je gevoel dus in het begin overdreven je schouderbladen naar elkaar toe. En dat is het eerste wat je moet gaan doen. En misschien heb je zelfs moeite om je schouderbladen bij elkaar te krijgen. Dat zou kunnen en dat komt doordat je die houding altijd zo lang zo is geweest, dat je hem niet meer zo kunt krijgen. Maar wat je moet doen is je moet er doorheen gaan. Je moet het blijven oefenen. Oefening baart kunst ook in je lichaam. Je moet het blijven doen. Je moet je lichaam constant blijven stretchen. Je moet je lichaam constant de grens verleggen om je lichaam iets nieuws te leren. Dus de enige manier om af te vallen is door iets consequent te doen. De enige manier om vooruitgang te boeken in training is door het consequent te doen. En de enige manier om een betere houding te krijgen is door het consequent te doen. Roxanne, jij vraagt, je hebt vet op je heupen, je hebt vet op je buik en je hebt last van je onderrug als je een split squat doet. Laten we het eerst hebben over het vet op je heupen en op je buik. We weten dat, want dit heb ik verteld, maar ik zal het doen alsof we het nog niet weten, is dat vet op je heupen, dus het vet wat in je zij zit, wat in je taille zit, wat hier zit, dat vet dat... Hoeveel vet daar zit is een reflectie van je eetpatroon. Het is een reflectie van hoeveel koolhydraten je op een dag binnenkrijgt. Want hoeveel vet daar zit wordt bepaald door hoeveel insuline je weer hebt in je lichaam. Als je veel koolhydraten eet, dan moet je lichaam veel insuline aanmaken om die koolhydraten een plek te geven in je lichaam. En hoeveel vet daar zit, in je heup zit, is in direct verband met hoeveel insuline er over langere perioden, over perioden van weken, maanden, in je bloed is geweest. Dus eet je veel koolhydraten, dan gaat op die plaats het vet altijd stijgen. Dit is een plaats waar heel veel mensen tegenwoordig veel vet hebben. En dat komt doordat ze een voedingspatroon hebben, vooral gebaseerd op veel brood, pasta's, rijst en zelfs op andere slechte dingen. Dus je kan vaak helemaal in de zomer en op de een of andere manier, meisjes hebben hier vaak meer last van, of die hebben daar sneller vaak meer vet dan jongens op dezelfde leeftijd, omdat jongere jongens in het begin tot een bepaalde leeftijd, tot een leeftijd van 25, 28, gemakkelijker met die koolhydraten kunnen omgaan. Bij meisjes verandert dat sneller, omdat meisjes hun lichaam sneller volwassen is, gaan ze ook sneller vet opslaan. Bij mannen gebeurt dit pas na hun 28ste. Bij mannen die boven de 30 zijn, die zullen ook zien, die krijgen ineens een buikje. En dat komt niet doordat ze hun voedingspatroon hebben veranderd, misschien wel. Maar dat komt omdat hun lichaam minder goed met die manier van eten kan omgaan. Minder goed dan dat het 10 jaar daarvoor kon. Maar hoeveel vet je dus daar hebt, wordt bepaald door hoeveel je eet. En wil je het vet op je heupen kwijt, dan zul je je koolhydraatinname moeten schrappen. Je zult je koolhydraatinname moeten verminderen. Want alleen dan gaat het vet op je heupen verminderen. Daar kan je geen oefeningen voor doen. Je moet je koolhydraatinname op dat moment verminderen. En het tweede wat je vroeg is, je hebt last van een gevoelige onderrug als je een split squat doet. En een gevoelige onderrug is iets wat we veel hebben. En de reden daarvan is, we gebruiken die rug te weinig. We doen te weinig oefeningen voor onze rug. En wat je moet gaan doen is, je zult gewoon die oefeningen moeten blijven doen. Wat voor iedereen geldt is, als je last hebt van een bepaalde lichaamsdeel, wanneer je een oefening doet, wanneer je bijvoorbeeld last hebt van je onderrug, wanneer je een oefening doet of ergens anders last van hebt. Wat belangrijk is dat de pijn niet erger wordt. Wat belangrijk is dat de pijn niet erger wordt tijdens het trainen. Dan moet je stoppen. Maar als de pijn hetzelfde blijft, dan mag je de oefening blijven doen. En in de meeste gevallen zul je hetgeen waar je een oefening voor gaat doen, waar je last van hebt, zul je sterker maken. En daardoor zal over de langere periode, over meerdere trainingen, zal dat sterker worden. Dus als je last hebt van je onderrug tijdens het trainen, dan is dat in de meeste gevallen dat je onderrug gewoon zwak is. Je hebt een zwakke onderrug. En door die te blijven trainen, zal die rug sterker worden.
En zul je minder last krijgen van je rug wanneer je oefeningen doet. Dus het is slechts een kwestie van oefening, maar het kunst blijven doen, bijten doorheen. Zorg dat de pijn niet erger wordt tijdens het trainen, dat het veilig, overzichtelijk blijft. Maar blijf oefenen. Alleen als je het gaat trainen, dan zul je minder last van je rug krijgen.